voor deze Antonie Dvořák, van wie zij dus een stuk gaat spelen. Hij leefde van 1841 tot 1904 en zijn wieg stond in Tsjechië. Hij was een uiterst aardige en vriendelijke man. Zijn vader had een slagerij en hij was voorbestemd om slager te worden. Het liep echter anders. Als 6-jarig jongetje begon Dvořák met vioollessen. Dit beviel zo goed dat hij als muziekstudent naar Praag uiteindelijk vertrok. In Praag raakte hij bevriend met de grote componist Brahms. Door zijn vriendschap en bescherming van Brahms krijgt hij successen en wordt hij leraar aan het conservatorium in Praag. Dan komt de belangstelling uit het buitenland. Hij vertrekt naar New York. Succesvol. Maar hij vond het Amerikaanse leven maar niets. En heimwee deed hem terugkeren naar zijn roots. Hij was een goed katholiek, schrijven Jasper en Thomas verder. Maar zijn vriend Brahms geloofde niets. En toen Brahms ernstig ziek was, bezocht Dvořák zijn vriend. Na het bezoek zei hij tegen zijn muziekvrienden: zo'n aardige man die Brahms, maar jammer dat hij niets is. En tot slot, dat vond ik eigenlijk persoonlijk het leukste stukje, de laatste zin. Dvořák slijt zijn laatste levensjaren met het drinken van bier en het spelen op een harmonium samen met de mijnwerkers van zijn dorp. Dat vind ik een mooi beeld. Jasper en Thomas, jullie gaan de Slavische dans nummer 8 spelen. Veel succes.